Hey Blokkie Gamers, welkom allemaal bij een gloednieuwe video met de game Scum. Welkom jongens, leuk dat jullie er allemaal bij zijn. We gaan vandaag Scum spelen. Scum is een survival roleplay-achtig iets. Je kunt het een beetje vergelijken met H1Z1, DayZ, Rust, daar kun je het een beetje meer vergelijken. Dit is mijn eigen server van Nitrado, dus mocht je de game ook hebben, dan kun je natuurlijk gezellig spelen. Mocht je dat natuurlijk willen. En dit stream je natuurlijk ook regelmatig op Twitch. Er is alleen wel een klein probleempje. We hadden gisteren heb ik dit namelijk gestreamd, gisteren vrijdagavond. En er was een beetje bij ons ingebroken. Wij gaan nu nog niet mensen neerschieten die in de server zitten. We willen allereerst eventjes een beetje een basis bouwen, et cetera. Maar ze wilden dus even wat testen. Wat ze dus hadden gedaan is onze vlag geclaimd. Dus wij konden hier allemaal nergens meer in. Ze hadden een muur afgebroken, dat kun je hier ook wel zien, want deze muur die klopt niet. En hier is nog een muur. Die moesten wij namelijk verplaatsen. Als ik even op tab druk, heb je hier zeg maar jouw inventaris. En deze game die gaat zo diep jongens, dat is niet normaal. Hier kun je natuurlijk alle dingen craften wat je allemaal nodig hebt, wat je allemaal kunt bouwen. Als je bijvoorbeeld op de, ik zeg maar wat, op de baseball bat with nails klikt, dan zie je dus dat je een normale baseball nodig hebt en spijkers. En zo kun je dus allemaal dingen craften. En als we naar metabolism, dan gaan we helemaal de diepte in. We hebben hier zeg maar onze hartslagmeter, onze longinhoud, onze temperatuur of het koud of warm hebben. Dit zijn onze skills. Nou, dit is een beetje de, hoe wij eruit zien en weet ik veel wat. Dit is alle stamina en alle presenten. Maar dan hebben we hier aan de rechterkant hebben we alle behoeften. We hebben hier bijvoorbeeld stomach, dat is natuurlijk de maag. Intestine, dat is de darmen. Colon, dat is dat je moet poepen. Bladder, ik zie dat ik ook moet plassen, dus we moeten zo meteen even plassen. Proteïne, carbs, vet, fiber, water, sugar, S-vet en sodium. En je hebt allemaal vitamines en je hebt zelfs nog allemaal mineralen. Deze game die gaat zo ver jongens, dat is niet normaal. Eigenlijk mag ik het niet laten zien, maar ik doe het wel, want ik moet plassen. Dus ik doe het even zo. Hij haalt de tinkie winkie eruit, hoppakee. En dan gaan we plassen. Dus ja, normaal gesproken in Twitch laat ik dat wel zien. Maar ja, dat mag natuurlijk niet op YouTube. Dus ik moet het een klein beetje rustig houden. Want anders gaat het niet goed. Maar wat ik vandaag eigenlijk een beetje wil doen. Is misschien nog eventjes een extra huisje erbij bouwen. Zodat wij namelijk de opslag wat kunnen vergroten. Dus wat we gaan doen. Is naar crafting. En dan moeten we de wooden cabin moeten we vinden. Alleen die past niet. Volgens mij. Nee, die past niet. Dus dan moeten we eerst nog even wat, wat foundations plaatsen. Dus die moeten we dan hier ook maar even bijzetten. Alleen zo jammer dat het dan weer niet snapt. Het bouwen is soms, dat is allemaal in die games, dat is echt drie keer niks. Dat is echt jammer. Maar, als ik hem hier neerzet, dan kan ik namelijk ook de adjust height. Hij kan ook gewoon niet lager. Oké, dat is een beetje lastig. Dat is een beetje lastig. Maar ik wil namelijk zo'n extra dingetje erbij leggen. Misschien dat hij zo wel wil. Maar dan staat hij nog niet goed. Destroy. Craft. Kijk, wat hier is dat weer te horen. Kijk, hier snapt hij wel op. Zie je dat? Net hadden we een snap point. Ja, dat is een beetje lastig dat bouwen soms. Want. Maar dat is allemaal in die games. Kijk, wat hier. Klikt hij er wel aan vast, maar dan loop ik er met mijn logge lichaam doorheen. Kijk, place. Hoppakee. En dan ook nog aan die kant. Even kijken hoe we dat gaan doen. Dat we namelijk niet in de weg lopen. Ja, place. Kijk, top. Dan kunnen we dus zien dat we vier dingen hebben, 13 planken en een toolbox. Nou, toevallig hebben we gisteren eventjes alles hier neergegooid. Kijk, we hebben hier bijvoorbeeld een log, zoals je kunt zien. We hebben dus eigenlijk vier logs nodig. Dus ik ga even zo staan. En dan sleep ik namelijk hier 1, 2, 3 en 4 logs. Kijk, dat doen we dus zo. Hoppakee. Dan hebben we dus de logs hebben we toegevoegd. Nou, dan moeten we er ook nog planken. Nou, planken maak je van deze boomstammen. Dan doen we er ook even 3. Kijk, dan moet je namelijk een of een bel of een. Of een zaag. Nou, ik vind het heel knap dat die hakt met een zaag. Maar goed, dat tezijde. Maar het is dus in principe is het dus een survival game. Je moet eten, je moet drinken, je moet plassen, je moet poepen. Je moet mineralen nemen, je moet van alles nemen.
En het kost wel heel veel tijd, al dat bouwen. Het kost echt, echt heel veel tijd, dat bouwen. Dat is echt bizar. Nou, we kunnen misschien zo ook nog even gaan looten. Maar hier moeten dus alle planken in. Ik kom net een paar planken tekort. Hup, hier hebben we een plank. Die gooien we erin. Hier hebben we een plank. Die gooien we erin. Dan moeten we nog één plank hebben. Die ligt hier natuurlijk niet meer. Kijk, wat we dus nu gaan doen... is normaal gesproken gooien we het in de auto. Maar nu moeten we dus even moeilijk doen. Even naar beneden. Tap. Helemaal naar beneden, want hier kan zoveel in. Doe maar in de handen nemen. En dan moeten we namelijk ook nog die planken doen. En hebben we dus weer twee foundations erbij gebouwd. En zo kun je dus zien dat het echt, echt enorm veel tijd kost. Dus ik ga dit even bouwen. En dan zien jullie zo met de uitrusting. Ja, het komt hetzelfde als dit eruit te zien natuurlijk. Want de hele tijd kijken naar, naar hoe ik bouw. Ja, ja, goed, het hoort er wel bij. Maar ja, het kost allemaal heel veel tijd. Heel veel tijd. Nou, nou zijn Lars en ik dus alle twee even planken aan het zagen. En als het goed is, moet die dan vol zijn. We moeten er nog één log bij hebben en hebben we dat in ieder geval klaar. Dus kunnen we deze in de handen nemen. Dan moeten we de zaag even wegdoen. Nemen we er nog eentje meer. Nou, en dan kunnen we, als het goed is, hopelijk een nieuwe cabine erop te zetten. Zodat wij wat grotere opslag hebben. Want ik laat jullie het huis ook wel even zien. Kijk, oké. Nu hebben we dus hier weer extra fundering. Maar dan laat ik jullie wel eventjes zien. Dit is namelijk het huisje. En er zit natuurlijk een lock op, die kun je niet in. Dit is al onze opslag, wapens, bogen, ammo, scrap, nails, toolboxes, locks, zooi, tools, Kevin's zooi en eten. Maar we hebben namelijk van die grotere dingen, dat is de improvised wardrobe. Daar moeten we dus 10 spijkers, 10 spijkers hebben we genoeg, metal scrap, 8 planken en een toolbox. Nou, hier hebben we alle toolboxen in zitten. Hier zo. Maar dan moeten we weer een paar nieuwe van zoeken. Kijk, en als het goed is, zouden we dus hier... Nou, dat kost heel veel werk, zo'n cabine. Dat we hem hier een beetje plaatsen. Zo. Kijk, dan kun je dus zien, 8 metal scrap, 13 planken en 25 logs. Nou, dat is heel veel. Dus... We moeten even 8 metal scrap pakken. Nou, die hebben we toevallig hier bij scrap en nails. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Zo, dan lopen we weer terug. Dan drukken we alleen maar op F, dan rammen we die F-knop in. Nou, en dan kunnen we weer dit allemaal gaan bijvullen. Het kost echt, jongens, het is een hele leuke game, maar het kost zoveel tijd. Het kost zoveel tijd, dat is niet normaal. En dan moeten we straks weer met de auto moeten we dus weer even gaan rijden. Om bomen op te halen, want de bomen zijn bijna op. Kijk, Lars kan het nou natuurlijk ook bouwen. Zo. Kijk, hup, 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 hup. En dat was het. Nou, dan moeten we dus nou met de auto, moeten we dus die kant op. Ja, dan start ik de auto. Nou, Lars zit daar niet in, of zit daar nog wat in? Voor mij zijn ze altijd weer leeg. Wat we dus nou moeten doen, is bomen hakken. Dus, ik ga hier ook uitstappen. Kost heel veel, de accu en zo heb je ook allemaal in die auto. Dan zagen we die bomen om. We hakken die bomen om met de zaag. Dus ja, nou, dat dus. Pff. En dan stampen we die auto vol. En op die manier kunnen wij dus weer dat hutje bouwen. Kijk, dan drukken we nou op tab, dan gaan we iets meer naar voren, dan zit de auto erbij. Kijk, dan kun je zo, hup, kun je zo in die auto gooien. Dat is zo ideaal. Hup. Die ook nog even oppakken. Die erin. Kijk, dan gaan we een beetje weer naar achteren, kijk, hup. Volgende boom. En zo blijf je dus de hele tijd bezig. Het is hartstikke leuk, maar wat ik zeg, het kost zoveel tijd. Dus we moeten weer even een paar bomen omzagen. Om weer logs te hebben. En dan gaan we, zo, tok. Oh, de auto zit vol. Dan redden we terug.
Maar dit kost heel veel batterij, want je ziet rechts onderin zie je ook batterij, fuel en health. En die auto's die slaan regelmatig af. Dat is ook heel lastig. Oh, dat is foutje. Maar deze auto's kun je dus allemaal vinden en weet ik voor wat. Dus dat is wel geinig. Zo, gaan we hier even bovenop staan. Op de auto, moet wel even goed staan. Dan kun je het goed neer kan leggen. Kijk, zo. We moeten zoveel plaatsen, dat is echt bizar. Daarom is het fijn, eigenlijk, we zijn namelijk op zoek naar een trekker. Want met die trekker kunnen wij namelijk, kunnen we heel veel hout in kwijt. En dan kunnen we dus met de trekker, kunnen we dus heel de tijd hout heen en weer slepen. En ja, ik ben natuurlijk ook admin, dus ik kan eigenlijk alles incheaten, maar dat gaat het hele idee van survival weg natuurlijk. En dat moet je niet hebben. Nou, dan moeten we nog planken plaatsen. Moet ik die heel even... Kut into wooden planks. Ik heb hele mooie roze schoenen. Die heb ik in de stream gevonden. Heb ik hier. Nou, moet alleen nog planken hebben. En een toolbox zie ik. Nou, hier ligt ook nog een plank. Daar kan ik net niet bij. Beetje jammer. Heb ik hier. Nou. Dat was dat. Kijk, Lars die komt al lopen met de logs aan. En dan kunnen we nou weer de auto vullen. En zo blijf je bezig. Nou, als het goed is dit het laatste ding wat we nodig hebben. Dan is de cabine klaar. Hoppakee. Kijk, en dan kunnen we daar... Kunnen we dus allemaal die nieuwe dingen plaatsen. Maar die kisten, dat is leuk. Die kisten, maar daar kun je niet zoveel in kwijt. Dus... deze moet er trouwens even hierin. Moet ook een paar van die toolboxes maken, zie ik. Kijk, en dan gaan we dus hier naar binnen. Maar misschien dat we het een keertje moeten uitbreiden. Want het is een beetje krap hier. Maar dan kunnen we hier namelijk een grote opslag van maken. En met die improvised wardrobe. Even kijken hoe we dat ook weer draaien. Gewoon zo. Een beetje draaien, zo. En dan is het F. En dan zegt de puppeke dat hij honger heeft. Dus moeten we eigenlijk even gaan eten. F. Oh, die staat niet helemaal goed. Moet wel recht staan, Lars. Als je iets plaatst, moet die wel recht staan. En zo is het. Kijk, nou staan ze mooi tegen elkaar aan. En we moeten 7 planken, 8 speakers. En weet ik veel wat. Nou, gelukkig hebben we heel veel speakers. En een toolbox ook. Even kijken. Scrap and nails. Kijk, we hebben hier namelijk een hele doos met allemaal speakers. Moet even toolboxen mee hebben. Die doen we wel in het handje. Oké, okay, dan lopen we even door. Dan moet hij daar nog wel een slot op. Oké. Okay. Nou, dan hebben we dat. Unpack. Take out bolts. Kan ik eigenlijk weer oppakken en dan uitpakken. Wat een... Take out bolts. Oh, wacht, dit is bolts. Oh, maar dat is niet zo erg. Take out bolts, take out bolts. Er zijn er dus 20 in totaal. Dus dat is goed. Ja jongens, zo blijf je bezig hè. Kijk, Lars die is al bezig met de planken. Hier moeten er nog 8 in. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wees het even zo. Oh, waren er 5. Ja, ook goed. Kijk, nou zijn dus de dingen die zijn klaar. Ik heb dat even gegeten. Dat kun je hieronder ook wel zien. Ik heb 2 broodjes gegeten. Dus ik hoor dat het voldoende is dat mijn eten, wat je links onderin kunt zien, weer vol gaat. Maar, als we eens even gaan kijken. We hebben hier dus dozen. Kisten. Daar kan niet zo heel veel in. Oh, even zo'n achterlijk robot. Zo nu en dan komen er van die robots langs. Die willen even kijken hoe het met je gaat. Ik weet niet wat dat is. Dat is heel raar. Maar als we eens even naar die improvised wardrobe gaan... Kijk, die zit mij nog heel de tijd te volgen. Dat is vet irritant. Kijk, als je hier dus even kijkt. Moet kijken hoeveel zooi je hierin kwijt kunt. Dus eigenlijk is het de bedoeling om dit hele huis helemaal vol te blaffen met al die wardrobes. Zodat wij lekker wat ruimte hebben om die dingen te plaatsen. Dus ik kan er wel even een aantal plaatsen. Zodat wij in ieder geval lekker wat ruimte hebben. Want dat kost... Oh, zo lekker. Is dat iets te ver naar voren?
Maar die moet niet te dicht tegenaan, want daar hebben we dus net ook. Dan moesten we hem opnieuw bouwen. Ja. Het is wel heel lastig om te plaatsen, hoor. Het moet namelijk niet te dicht, de dichte tegenaan. Klein beetje afstand. Peter, dus die. Er moet eerst die weggebouwd worden. En... dan moet ik even kijken. Ik denk niet dat er hier nog eentje naast kan, maar die kunnen we wel anders plaatsen. Als ik deze zeg maar bijvoorbeeld hier plaats, zo. Ik hoop dat dat werkt. Laat ik het zo zeggen. Zo. En dan gewoon de hele ding is helemaal vol blaffen. Maar dan moeten we dus weer... twee metal scrap, een toolbox, etc. moeten we allemaal meenemen. En zo blijf je dus de hele tijd bouwen. Ja, de auto moet zo meteen nog wel even op worden geladen. Gelukkig zit de auto nog wel redelijk vol. Dus ja, het is misschien nou eventjes een beetje bouwen. Misschien dat als jullie dit leuk vinden, dat ik zeg de volgende keer gaan we... hoe heet het? Gaan we lekker op stap. Maar dan kunnen we namelijk dit even allemaal voor elkaar krijgen. Want die moet nog een deur in met de slot erop. Dat moet ook nog. Zo. Ja, Lars die begint met het hakken van planken zoals je hoort. En dan neem ik gewoon een paar van die dingen mee. Zit er nog wat in die dinges? Ja, zat. Mooi! Misschien dat wel even leuk is voor een timelapse. Even niet meer. Laten we dat doen. Extra dinges erbij geplaatst, zoals je kunt zien. Ik ben nu al die dingen aan het legen. Dus alles moet even bijgevuld worden. Die moet bijgevuld worden. Nou, en voorlopig hebben we hopelijk nog behoorlijk wat opslag. Dat is wel heel fijn. Nou, dan kunnen we die nog even bijvullen. Alles wat overblijft neem ik mee terug. Nou, deze die moeten dan ook weer in wooden planks. Ja, zoals je kunt zien kost het enorm veel tijd. Maar wat ik zeg, het is wel heel geinig. Oh, dan gaan we met z'n twee hakken. Jouw hoor. Nou, dat is, die zit al vol. Hey, medium engineering skill. Top! Als het goed is, kan ik dus nu ook medium bouwen. Jouw hoor. Hey, kijk eens even. Large log shed. Improvised well. 20 logs, 10 planken en een toolbox. Medium wooden cabin. Nou, dit is top. Ik ben level omhoog gaan, dus ik kan andere dingen bouwen. Wooden watchtower base. Wooden watchtower middle. Wooden watchtower roof. Storage shelf. Storage for lots of stuff. Ja, dat kan ook. Maar ja, we doen voorlopig eerst maar even hier meer. Dan moeten we alleen nog even met een scrap. Maar ik denk dat Lars dat... oh nee, Lars haalt dat niet op. Dat is niet zo erg. Moet ik nog even 6 met een scrap ophalen. Want we hebben al bijna geen scrap meer. Dus we moeten sowieso op stap om... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Moet je kijken hoe leeg dit nou allemaal is, jongens. Daarom moet je ook behoorlijk vaak even op stap gaan. Zodat je wel allemaal zooi bij hebt. Ik moet nog eventjes eten, zie ik. Nou, en er lopen ook zombies rond en weet ik veel wat. Dus dat is wel een dingetje. Dat je daar wel goed op let. Nou, ik heb wel 2 wapens bij me. Dat is op zich niet zo'n groot probleem. Maar is wel, als je geen wapens hebt, dat is best lastig soms. Maar goed, we hebben hier, die is klaar, die is niet klaar, en die is ook klaar. Maar waarschijnlijk is deze dan net te dicht tegenaan geplaatst. Dan kunnen we weer opnieuw beginnen. En er liggen hier nog een paar planken, dus die leg ik ook even hier neer. Zo. Maar jongens, ik denk dat ik voorlopig eventjes deze video hier laat. Hopelijk hebben jullie genoten, als je is, knal eventjes die like erop. Ben je nog niet geabonneerd, doe dat zeker ook eventjes, hopelijk hebben jullie genoten. En dan zie ik jullie heel graag de volgende keer weer. Ja, als ik dit volgende keer weer moet doen, dan kunnen we wel eventjes op stap gaan, mochten jullie dat willen. Laat even in de reacties weten en dan zie ik jullie heel graag de volgende keer weer. Kalm!